En als ik Le Soir bekijk van vandaag, staan daar vooraan in het grote en binnenin nog twee volle pagina's over de dotatie voor prins Laurent en prinses Astrid. Volgens de krant zou er een akkoord zijn binnen de meerderheid, federale regering dus, om de prins en de prinses hun dotatie te laten behouden. In het regeerakkoord was al afgesproken dat bij een volgende koningswissel alleen de directe troonopvolger nog een dotatie zou krijgen en dus geen geld meer voor de andere familieleden, zoals nu nog wel het geval is. Maar men beslist dus nu blijkbaar dat over voor wat betreft prinses Astrid en prins Laurent zij hun dotatie ook zullen behouden. Er lijkt dus te zijn gekozen voor een soort van continuïteit om deze mensen verder die dotatie te behouden. Goedemorgen daarover, N-VA-Kamerlid Theo Franke. U kent natuurlijk ook die passage uit het regeerakkoord. Ik kan me voorstellen dat u het niet eens bent met de invulling die de regering hier nu in de praktijk aan zal geven. Nee, helemaal niet. Wij zijn het land met de meeste dotaties, maar het minst transparantie in zaken alles wat met het financiële luik van de monarchie en het koningshuis te maken heeft. Iedereen weet dat een republiek ook veel geld kost, maar een monarchie kost dat nog veel meer, zeker in dit land. We hebben een studie daarover georganiseerd, nog niet zo lang geleden. Wij zijn al heel lang vragen aan de partij om dit naar het parlement te brengen en dit in het parlement te bespreken. Dat mag niet, dat kan niet. Dus ik moet het dan ook in de krant lezen, net als u. Uiteraard is dit een ontgoocheling. We hebben heel het incident gekend met prins Laurent, die in Congo toch wel een aantal zaken op had gezet, zaken had gedaan met mensen dat toch echt niet kon, waar de publieke opinie algemeen storm tegen liep, zeker in Vlaanderen. Heeft hij dan moeten verontschuldigen, heeft hij ook geëngageerd dat het niet meer zou gebeuren. De afspraak was toen ook, onder Le Pen, was toen in de regering van lopende zaken, dat was toen duidelijk de afspraak dat kijk, dit stopt. Als prins Philip koning wordt, dan stoppen die dotaties. Mm-hmm. En dat is nu blijkbaar dus niet vastgehouden. Ja. Men zal dat dus blijven ten eeuwige dagen. Totdat zij zullen sterven, zullen zij een dotatie krijgen. Ik kan dat alleen maar ten zeerste betreuren. En ik denk ook niet dat dit is voor de weg die we moeten bewandelen. We moeten naar een Nederlands systeem waar alleen de troonsopvolger en diens vrouw een dotatie krijgt en al de rest van de koningskinderen gaat werken voor zijn geld, zoals dat ook in alle andere Europese monarchieën is. Je zou ook tegelijkertijd kunnen zeggen, ja, er wordt nu wel voor een soort van continuïteit gekozen. Je kan de spelregels zeg maar niet de hele tijd veranderen. Vanaf de volgende generatie zal dat niet meer het geval zijn, die dotatie voor de uitgebreidere familie, zeg maar. Ja, ik heb natuurlijk het akkoord nog niet juist gelezen, dus ik weet niet juist hoe dat zal zijn met de volgende generatie. Laten we aannemen dat dit inderdaad zo is. Dan zei ik toch nog heel duidelijk, de spelregels niet veranderen. Dat dotatiesysteem van prins Laurent gaat over meer dan 25.000 euro per maand. Waar geen tegenprestaties tegen staan of nauwelijks. Want publieke optredens namens het koningshuis heeft hij meer dan anderhalf jaar niet gedaan. En heeft hij nu sinds Te Deum, was zijn eerste in meer dan anderhalf jaar. Hij krijgt daar elke maand 25.000 euro voor alle duidelijkheid. Niet belast. De man betaalt ook trouwens geen btw, geen accijnzen. Rijdt met rode diesel. Hoe blauwer het bloed, hoe roder de diesel. Dus ik moet daar toch heel duidelijk zeggen dat ik van oordeel ben dat dat perfect kon uitgedoofd worden. En dat was ook de idee, dacht ik. Als in de regering staat meer transparantie, totaalsysteem hervormen, dan dacht ik dat men wel degelijk op een piste zat, op een spoor zat binnen de regeringspartijen, dat men bijvoorbeeld zou gaan naar een uitdoofscenario. Stel dat volgend jaar prins Philip koning wordt, dat dan nog 80% in 2014... nog 70% in 2015 en zo verder tot 0% dotaties voor prins Laurent en prinses Astrid. En als ze dan in die periode de tijd hebben om een job te zoeken, om werk te zoeken. Ik dacht dat dat de idee was of het spoor was waar de regering op zat, maar blijkbaar is dat dus niet zo. Niet het geval. En zijn het dus vooral ik neem aan vooral de Franstalige partij die vooral in het koningshuis als het ultieme symbool van de eenheid van dit land, zien. En daar echt mag niet aan geraakt worden. Dat is absoluut een groot taboe. Een van de laatste taboes in dit land. En ik kan alleen maar betreuren, want transparantie is het modewoord. En ik denk dat ook in zaken monarchie dat beter is geweest. Een ander principe wat nu er toch ook door zou komen, is dat voor die volgende generaties mensen of leden van dat koninklijk huis in functie van bepaalde prestaties voor het koningshuis, voor de regering, voor het land, wel vergoed zouden worden. Vindt u dat wel een goed idee? Absoluut. Ik denk dat dat inderdaad veel transparanter zou zijn. En ik heb er ook geen problemen mee. Ik ben natuurlijk republikein en mijn partij is de Republikeinse partij, maar wij weten dat er in Vlaanderen en zeker in heel België een meerderheid bestaat om de monarchie te behouden. Wij zijn democraten, laat het dan ook zo. Maar wees meer transparant. Het zou de monarchie ten dienste zijn. Het zou de monarchie ten goede komen.
door meer duidelijkheid te verschaffen over dat fiscaal regime, over die dotaties, over het feit dat ze geen btw en accijnzen betalen en zo verder. Wees daar gewoon duidelijk, helder en klaar in. En dan is dat ook duidelijk. Monarchie en republiek kost ook geld, weten wij ook. Mm-hmm. En dus ga dan naar een systeem, als er dan, zoals bijvoorbeeld u nu juist zegt, dat is inderdaad een goede tussenoplossing. Geen dotaties meer, maar wel een vast bedrag per representativiteit dat ze, of per opdracht die zij doen namens de monarchie of namens een beter. Een beter principe ook volgens N-VA, die vooral duidelijkheid, maar dat had u al zeer duidelijk gezegd, tegen de huidige beslissing is, wat betreft prinses Anstrid en prins moet dat zijn, natuurlijk, Laurent. Bedankt Theo Franke voor uw... Ja,